ben Jolande Otten. Ik werk voor Stichting Onterfd Goed in Den Bosch en wij herbestemmen verwezen museale collecties. Onze vraag aan de Kamer van Koophandel is, we hebben gehoord dat er in de voorwaarden voor de ambi-status een en het ander veranderd is sinds 1 januari 2014. En we willen graag weten wat dat is en waar we de exacte voorwaarden kunnen vinden. De Stichting Onterfd Goed heeft twee kerntaken. De ene is advies geven aan instellingen en overheden die erfgoed of collecties bezitten, verzamelingen. En dat advies gaat dan over hoe zorg je dat jouw collectie of jouw verzameling zo optimaal mogelijk in elkaar steekt. Wat doe je dan met al die spullen die er dan niet meer in thuis horen? Die je tiendubbel hebt of die kapot zijn of die je helemaal niet thuis horen in die verzameling die je hebt. En het tweede deel van wat Onterfd Goed doet is het overnemen van die restanten tussen aanhalingstekens van die collecties of die verzamelingen. En ervoor zorgen dat die weer op een goede manier, op een duurzame manier worden herbestemd. Uiteenlopend van typemachines, inktstellen, een uitgebreide bibliotheek met hele mooie boeken erin. Materialen uit het Schildersmuseum van Sikkens in Sassenheim, dus kwasten, houten ladders. En heel recent ook een collectie van ruim 5000 kunstwerken, schilderijen, etsen, grafiek, beelden van de gemeente Utrecht. Jolande, jullie hebben een vraag over de veranderende wetgeving voor jullie stichting die een ambi-status heeft. Even toelichten, de ANBI die staat voor Algemeen Nut Beoogde Instellingen, mm-hmm. Een hele mond vol. En om daar een beetje beeldvorm van te krijgen, dat is voor goede doelen, maar ook voor ideële instellingen zoals jullie dat doen. Er is inderdaad, er zijn wijzigingen die doorgevoerd moeten worden met ingang van 1 januari 2014. En dat zijn met name wijzigingen van communicatieve aard die de Belastingdienst heeft opgesteld. Dus er zijn nieuwe voorwaarden van informatie die je op je website moet vermelden. En dat is terug te vinden op de site van de Belastingdienst. Dat zijn een stuk of 10, 12 punten die je moet verifiëren op de site of dat klopt. En wat van belang is, denk ik, is dat je kenbaar maakt dat jullie stichting een ambi-status heeft. Mm-hmm. En ik weet niet in hoeverre dat je met vraagstukken te maken krijgt van partijen van joh, wat houdt dat in en wat voor voordelen levert het me op? Ja, we merken inderdaad dat het moeilijk is voor bedrijven om te begrijpen wat het voordeel voor hun is als ze geld schenken aan een culturele ambi of als ze zaken doen met de culturele ambi. Ja, nou, ik weet dat er een hele berekening inderdaad aan de grondslag ligt om helder te krijgen wat het ze nou daadwerkelijk oplevert. Ja. Maar ik denk dat het van belang is dat ze weten dat ze belastingvoordeel halen bij het zaken doen met de stichting. En ja, dat ze gewoon bepaalde percentages extra kunnen terugkrijgen en terugvragen bij de Belastingdienst. Nou, dat is duidelijk. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Het was heel informatief. Het blijft natuurlijk een lastige puzzel, maar ik weet nu in ieder geval waar ik alle onderdelen terug kan vinden. En aan welke punten we precies moeten voldoen, zeker op onze website.